Stef Nijland, 1-1 tegen FC Utrecht. Is dat een terechte uitslag? Denk ik niet. Ik denk dat we vandaag toch wel de overwinning verdienen. Uiteindelijk op het moment dat je achterkomt in een tweede helft, dan kan je enigszins van tevredenheid spelen dat je nog een punt uitsleept. Maar ik denk dat we vandaag verdienen om te winnen. Waar lag dat dan aan? De eerste helft hadden jullie wel het overwicht, maar de uiteindelijke touch die miste aan eigenlijk elke aanval. Was dat het hem ook? Nou, ik denk in dat opzicht, je hebt altijd met een tegenstand te maken dat Utrecht dat gewoon goed deed. Ze hielden de ruimtes heel klein, ze lieten het middenveld wel inspelen, maar daarna met z'n allen kort op de bal. Aan de andere kant geef je daarin denk ik in de eerste 45 minuten nagenoeg niks weg. Dus dat is dan goed, dat is ook de consequentie van de speelstijl die zij hanteren. Maar ja, ik denk dat het daar vooral mee te maken heeft. En je ziet gedurende een wedstrijd dat er meer ruimtes komen om te voetballen en dat onze kwaliteiten dan daar denk ik in naar voren komen. Ja, want ook de tweede helft bleven jullie voetballen, zelfs na de 1-0 achterstand. Was het ook de opdracht, gewoon blijven voetballen? Nou, dat is niet zozeer een opdracht, maar dat weten we van onszelf. We hoeven geen lange bal te hanteren, want daar hebben we niet de spelers voor. Wij zijn gewoon een voetballende ploeg en daar moeten we het in alle tijden eigenlijk blijven doen. En ja, je zag wel dat we constant eigenlijk een man meer op het middenveld konden creëren. En ja, dat je daar van daaruit wel goed aan het voetballen toe kwam. Misschien heb je niet eens heel veel 100% kansen gehad, maar ik denk uiteindelijk wel meer dan de tegenstander. Ja, uiteindelijk kom jij erin. Je krijgt voordat je scoort ook nog een kansje. Net niet, hè? Nee, was ook een goede aanval. Kreeg hem van Fred goed mee. Zag me goed staan. En ja, moet zeggen, Voeven maakte zijn goal goed klein. Dus ik wou hem in de verre hoek schieten en hij pakt hem goed. En ja, vervolgens is het wel prettig natuurlijk dat je ook met een hele mooie aanval daarna vrijgespeeld wordt en wel de 1-1 binnen kan schieten. En ja, dat het uiteindelijk een punt oplevert. Heeft je dat zelf persoonlijk ook een goed gevoel dan? Een tijdje bezit geweest, langzaam kom je er nu in, je scoort. Is dat lekker? Ja, dat is heerlijk. Dat is voor mij hartstikke leuk. Ik ben heel hartstikke blij dat ik hier goed op mijn plek zit. En we doen het als ploeg zijn, als club zijn hartstikke goed. En ja, dat ik daar onderdeel van uit mag maken vind ik al mooi. Maar het gaat natuurlijk wel om zoveel mogelijk wedstrijden spelen uiteindelijk. En ja, dan is het wel lekker dat je vandaag belangrijk kan zijn voor je ploeg in ieder geval. Ja, jullie verliezen dan niet. De interlandperiode komt eraan, even 2 weken rust. We staan nog steeds op 1. Nou, lekker gevoel na de eerste 5 wedstrijden. Ja, dat had van tevoren denk ik niemand ingeschat. Maar ja, we weten dat we goed kunnen voetballen en dat laten we wekelijks zien. Dus ik hoop dat we hier zo lang mogelijk mee door kunnen gaan. En enerzijds is het lekker dat je een weekend vrij hebt, dat je er even van kan genieten. En aan de andere kant, als je in dit ritme zit, zeg maar, is het ook wel fijn om gewoon wekelijks door te voetballen. Maar ja, dat is de planning, daar kunnen wij niks aan veranderen.